Ja, in België zijn het hele grote sterren. Vooral de voorman, dat is inmiddels een van de populairste Belgen, omdat hij een paar maanden geleden net niet de slimste mens ter wereld werd bij de populairste quiz bij de Zuidenburen. Een quiz waar heel dat land naar kijkt, Bent van Looy. En hier om jou heen natuurlijk jou, Bent. Das Pop. Ja. Het gaat goed, hè? Ja. Ik zag je in het Antwerpse Sportpaleis. 15.000-20.000 mensen. En dat is, ja, dat dak gaat eraf. Ja, dat was waar. Dat was waar. En jullie zijn volgens mij zo internationaal. Je bent een Belg, maar je woont in Parijs. Mm. Jullie werken nu in Kopenhagen. In Stockholm, maar zo ongeveer hetzelfde. Stockholm, ja, nee, dat is niet hetzelfde. Het is heel goed dat je me corrigeert. Minder water. Ja, maar waarom in Stockholm? Nick, die daar achteruit staat, is daar naartoe verhuisd. En dan hebben we alle instrumenten in de camionet gestoken. En die zijn nu ook mee naar Stockholm, dus, want daar had hij een leuke kamer gevonden. Parijs, Stockholm, internationaal. Soms komen jullie bij elkaar en dan treden jullie op. Ja, we zien elkaar altijd in de tourbus. We spelen al samen sinds we 16 zijn, dus we moeten niet zo nodig iedere zaterdag namiddag repeteren. Nee. Jullie weten het wel, slangs man. Ja. Nou, geef hem van Jetje, zou ik zeggen. Okay. Wat ga je spelen? De hit Never Get Enough. Never Get Enough. Dat is pop. Dat is pop, speelt op 22 mei op het Festival de Werf in Utrecht.